Hey, welkom bij een nieuwe video van Wally de Pony en leuk dat je kijkt. Het is ochtend, ik kom echt net uit bed rollen. Ik heb mijn haren nog niet gekamd, mijn make-up nog niet gedaan. Ik ben op de laptop bezig, die heb ik hier voor me staan. Ik doe zoals jullie weten op mijn Insta in rijtjes posten. Dus ik moest wel even 3 foto's naar mijn telefoon sturen. Wat heb ik nog meer te vertellen? Ik heb best wel veel te doen. Ik heb het de laatste tijd best wel druk gehad, want ik heb nieuw werk en geen paardenwerk. Omdat natuurlijk mijn schooljaar pas vanaf september of zo begint, heb ik tot september geen werk. Mijn broer heeft geregeld dat ik bij hem kon komen werken. Hij werkt bij Topmatch gewoon hier in Eindhoven in de stad. Dus ik werk daar nu ook. Ik zit wel vooral in het magazijn. Want dat vind ik zelf fijner. Ik heb best wel veel dingen nog verder op de planning staan. Omdat ik dus een beetje achterloop voor mijn gevoel. Ik moet sowieso posten op Insta zo meteen. Want ik heb dat echt al 4 dagen niet gedaan. Omdat ik dus al 4 dagen in de ochtend werk. Tot ergens in de middag. En dan ga ik daarna naar Wally en vaak ook naar het eten. En wat je dan krijgt is dat ik laat thuis kom en dan heb ik geen zin meer om te posten. Of dan op een gegeven moment vind ik het dan te laat om te posten. En dan denk ik, ja nee, nou niet en dan wil ik het morgenochtend doen. Maar ja, dan moet ik al snel uit bed maken, kleden en gaan. Ik moet nog wat werkbedrijven gaan mailen of gaan bellen. Ik zat eerst dat ik wou mailen, maar ik zei nou nee, bellen is beter. Om te vragen voor een nieuwe werkplek voor mijn BBL. Ik blijf natuurlijk zitten. Ik ben maandag gebeld. Want ik heb eerst mijn beenbreuk gehad. Ja, toen had ik 3 maanden school. En nu kwam corona. Ik heb volgens mij ook letterlijk 0 studiepunten. Gelukkig weet mijn school dat ik echt voor die opleiding wil gaan. Maar anders is dit iets heel slechts. Maar ik heb dus gewoon letterlijk volgens mij 0 studiepunten. Ik heb ook denk ik maar 3 toetsen gemaakt. En ik heb denk ik wel voor 5 toetsen of zo'n punt gekregen. Ondanks dat ik maar 3 toetsen of zo heb gemaakt. Dus ik moet sowieso overnieuw doen. Ik vind dat niet erg. Ik vind dat zelfs wel fijn. Want omdat ik het eerste gedeelte van school heb gemist. En dat is ook het rotste gedeelte om te missen. Loopte ik al achter. En als ik achterloop, dan krijg ik stress bij alles wat ik moet inhalen. En op een gegeven moment was er zo'n grote hoop. Ik dacht, ik begin al niet meer aan. Ik begin volgend jaar en het is goed. Ik heb... Nou moet ik denken wanneer dat was. Ik had maandag ook fotoshoot met Melissa. Ik zal haar fotografieaccount hier even in beeld zetten. En ik zal hem ook beneden linken. Melissa is sowieso wel een vriendin van mij die ik al langer ken. Ik kende haar in eerste instantie via Insta. En uiteindelijk is 2 keer langskomen bij Wally. En ik heb bij haar ook de dekje gewonnen van Lemieux. Superleuk. En zij zocht nou portfolio modellen voor haar fotografieaccount. Want daar is ze sinds kort begonnen. En natuurlijk, dan zoek je, heb je een paar dingen waar je zoekt. Lange manen, bijzonder ras, bla bla. Eigenlijk het rijtje waar heel veel mensen hebben. En natuurlijk vrijheid. Had ze wel een bepaald kilometer waardoor je binnen moest voldoen. Want dat werd dan gewoon gratis gedaan. En ik had gezegd, ik val wel net buiten die kilometers, maar als je wil, mag je mij wel als portfolio model gebruiken. Ja, en als je dat niet wil, snap ik dat. Want ik val buiten je kilometer. Maar natuurlijk wou ze daar wel zelfs heel graag. Dat was het perfecte portfolio model met vrijstelsuur. Dus die is maandag geweest, die foto's. Maar ik heb al 1 foto binnengekregen. Die zal ik even hier plaatsen. Misschien als de edit meer. Maar in dit geval heb ik alleen deze binnengekregen. Verder. Zaterdag heb ik ook weer een fotoshoot. die had ik al eerder gepland. Met Romina, gewoon mijn normale
fotograaf die ik eigenlijk bijna altijd vraag. Weer bij het water, omdat Wally daar natuurlijk nou super goed doet. En ja, ik weet niet, ik vind het wel weer leuk om weer bij het water te doen, want ik vond die foto's heel leuk. Ik had die eerder gepland staan, want ik ben bijna door mijn foto's heen van Insta, voor Insta. Dus ik dacht, dan plan ik die vast in, maar nou is achteraf ook Melissa foto's komen maken, maar dat wist ik toen nog niet, toen ik dat had ingepland. Ja, wat nog meer. Ik heb nieuwe crossbeschermers. Hier even een foto van. Die heb ik tweedehands gekocht. Ik krijg als goed een nieuwe bareback pad, want mijn is verkocht. En dan die van FRA in zwart. Ik ga nog niet zeggen dat het is, maar... Oké, dit nieuws ga ik nog niet verklappen. Ik kan wel zeggen dat ik met Wally een show gepland heb staan. Ik zeg nog niet waar, wanneer, hoe of iets. Alleen dat ik dus wel al met hem een show gepland heb staan. En daar wou ik dus dingetjes voor regelen. Maar hier vertel ik ook echt waar het eigenlijk... Of ja, niet waar het is, maar op wat voor evenement het is. En ja, dat ga ik eigenlijk ook nog niet verklappen, denk ik, nou achteraf. Dus ja. En nou ga ik verder praten over de show. En daar heb ik super veel zin in. Maar ik heb nog geen show. Dus daar wil ik dadelijk lekker in mijn chill outfit... achter aan tafel even gaan brainstormen. Doen wat ik er per se in wil. Een klein stukje schrijven wat ik sowieso wil vertellen. Want ik wil mezelf wel voorstellen. Want ik ben geen Feline Hooy die iedereen kent. En ja, gewoon een beetje van hoe wil ik sowieso binnenkomen. Hoe wil ik afsluiten. Wat wil ik sowieso in mijn show. Wat wil ik er sowieso niet in. Want dat kan ook. Ik zag het zelf eerst te denken aan een hele informatieve show. Gewoon dat je heel veel leert. Hoe krijg je daar zo'n band mee, pa, bla bla. Maar toen had ik heb even aan wat mensen wat dingetjes gevraagd. Van wat zou leuk zijn. En hier kwam het er eigenlijk op neer dat misschien een informatieve show niet altijd makkelijk is. Ik wil namelijk een show doen die voor jong, oud, manege, eigen pony leuk is. En toen kwam ik er eigenlijk op uit dat informatief niet altijd leuk is. Want als je geen eigen pony hebt, dan is het natuurlijk niet zo leuk om naar te kijken. Want dan kun je niet toepassen. En als je jong bent, dan snap ik ook wel dat je dat allemaal niet snapt wat ik zeg. Dus ik heb hem toch een beetje veranderd. Ik heb een filmpje dat ik echt... Ik vind het paard geweldig. Zij doet altijd dezelfde show. Maar ik kan er altijd opnieuw om lachen. Want hij is zo leuk. Toen zat ik te denken, zou ik dan zoiets doen? Maar dat vind ik ook weer niks. Omdat ik daar mezelf niet echt in voorstel. Ik praat daar niet echt veel in. En het moet eigenlijk allemaal ja, een beetje perfect lopen. En ik weet dat Wally zo niet echt altijd is. Want dat paard moet gewoon iedere show precies hetzelfde riedeltje doen. En tuurlijk gaat het altijd de ene keer beter dan de andere. Maar ik weet dat Wally is niet zo gemaakt dat hij altijd precies hetzelfde doet. Ik zou dat natuurlijk wel kunnen doen. Maar dan ben ik met Wally wel echt een half jaar bezig met zo'n show erop te zetten. Dus ik ga een show bedenken waarin ik wel wat praat. Niet al te veel. Dus ik moet even allemaal kijken en regelen en ik... nog iets leuks. Ik had gisteren was dinsdag, gisteren had ik ponyclubles. En Iris en ik hadden even gehad van pony. Ik mocht op Brutus en zij ging op Wally. En dat was super leuk. Ik wil Iris er ook echt nog voor bedanken. Want het was echt een hele leuke ervaring. Brutus is heel anders dan Wally. Terwijl ik denk wel altijd, ja, Brutus is wel net zo slim en... Ze zijn net zoveel draakje en zo. Maar hij rijdt wel echt heel anders dan Wally. Anders Brutus zijn hele grote passen. Want die is paard gefokt. Ja, Wally zet echt lilliput op pasjes. Dus ik had echt zoiets van, oh jongen, als dat paard bokt, dan lig ik gewoon uit het zadel. Want die zet al zo'n grote passen. Dus je wordt al helemaal zo naar voren toe getrokken. En als je dan een bok krijgt, dan heb je vliegles. Maar hij was super braaf en ze deed altijd super goed, ook Wally bij Iris. Maar ik wil Iris sowieso bedanken dat ze mij vertrouwde met haar pony. Want
Ja, Wally is voor mij mijn kostbaarste. En ja, echt mijn vriendje is voor mij heel belangrijk. En ik laat wel iedereen altijd uitstappen, want ik vind het lief om te doen. Maar echt, echt dressuurmatig rijden bijvoorbeeld. Nee, dan moet ik je wel echt mogen en moet ik echt heel veel vertrouwen in je hebben. Want tuurlijk, een keer een rondje stappen of een rondje draven, ik ben niet de moeilijkste. Maar net als echt Iris, die nou echt dressuurmatig ging rijden in de les met Wally. Ik vond het super leuk, maar ik vertrouw Iris ook, want Iris... ik praat denk ik nou echt al veel te lang. Maar dat was in ieder geval super leuk. En verder heb ik denk ik niks meer te vertellen. En dan zie ik jullie dadelijk achter aan tafel wanneer ik mijn show een beetje wil uitplannen. En tot die tijd ontbijten met een appel. Oké. Ik heb een wit blad voor me. Ik heb een pen voor me. Ik zal jullie daar zo neerzetten dat jullie mee kunnen kijken. Ik ga eerst even brainstormen. Oké, ik film nou even met mijn telefoon, want mijn batterij van mijn camera was ineens leeg. Ik ben niet helemaal vergeten op te laden, blond. Maar ik zal jullie wel laten zien. Ik heb het in principe af. Ik zat allemaal te denken, hoe ga ik de show in elkaar zetten? Hoe? En toen dacht ik, ik kan er ook gewoon een normale dagelijkse training van maken. Maar dat ik tijdens mijn training gewoon wat vertel en doe. En dus dat heb ik nou gewoon gedaan. Ik zal even laten zien, want ik heb gewoon begin, voorstelling en eind. En dan wil ik daar nog even wat maken. Maar ik laat even zien. Oké, waarschijnlijk zien jullie misschien van die streepjes door beeld nou, door die reflectie. Maar ik heb hem gewoon, nou, vrijstation show. En dan heb ik hem een naam gegeven, Wally de Power Pony. Ik heet natuurlijk op Insta en YouTube Wally de Pony. Maar ik dacht, nou, voor een vrijstation show Wally de Power Pony. Nou, dan heb ik als begin. In mijn begin wou ik sowieso mezelf voorstellen en even kort uitleggen wat vrijstation is. Ik heb dus zo'n klein tekstje geschreven. Dan de voorstelling zelf gewoon kun je... En hier ga ik natuurlijk lekker nog niks over verklappen. Maar ik zei net al wel een beetje dat ik er iets van normale training van ga maken. Dus dat. Ik film nou dus nog even met mijn telefoon. Maar ik zeg het nog één keer. Klim. Hou je rond. Klim niet zomaar op je pony zonder cap. Ik doe dat met vrijheidsdresseur. Omdat ik sowieso vaak geen cap bij de hand heb. Ik ga naar de bak toe. En dan denk ik... wanneer ik eenmaal een half uur vrijstation doe. Oh, ik wil even mijn compliment met mij erop oefenen. Of oh, ik wil even een Spaanse pas met mij erop oefenen. 9 van de 10 keer sta ik ook stil met zo'n kunstje. Dus als hij aanloopt, dan heb ik dat sneller in de gaten. Dus Wally is daarentegen ook niet schrikkerig. En is hij daar, dan vindt hij vaak iets spannend. En dan staat hij stokstijf stil. En dan staat hij rationeel bij van hm. En dan stap ik natuurlijk wel af als ik merk van oh, hij is druk of vervelend. Of hij is heel erg bezig. Maar klim zelf niet zomaar op je pony zonder cap. Ik vertrouw Wally met vrijheidsdressuur 200%. Want hij is dan super op mij gefocust door de koekjes. En omdat hij het heel leuk vindt. Ik draag natuurlijk met rijden en met buitenrit altijd de cap. Ik ben ook blij dat ik met mijn val een cap op had. Want anders had ik hem misschien niet kunnen navertellen. Maar met vrijstressuur trainingen doe ik het eigenlijk niet. Omdat ik te lui ben om het te pakken. Dat is eigenlijk een heel slecht excuus, dat weet ik. En ook een beetje omdat vrijstressuur draait om vrijheid. En vrijheid is... Als ik aan vrijheid denk, dan denk ik haren los door de wind galopperen. Zal ik ook niet doen. Maar daarom heb ik mijn vrijstressuur draag geen cap. En met shows doe ik dat dus. Ik zou het nog eerder in een training doen dan met een show. Of moet op een super druk evenement zijn. Ik weet niet wat hij doet. Maar als ik dan al zie dat hij al heel erg onder de indruk is van dus groot, dan klim ik er al niet op. Omdat ik er dan natuurlijk ook zonder zadel op klim. Die foto flyer, dan moet ik nog even kijken wat ik wil doen. Want... Even een sneak peek. Ik ga misschien... misschien dat er al een show op de planning dus staat. Maar
Omdat ik dan zelf waarschijnlijk niet rijd met de auto, rijdt er iemand anders. Dus ik moet even kijken of dat ik een flyer doe. Want eigenlijk wil ik op een flyer dan neerzetten. Oh, ik ben te boeken, bla bla. Maar ik moet ergens in augustus mijn rijbewijs hebben. Maar dat is dus nog niet zeker. Want stel ik haal hem niet, ja, dan duurt dat misschien weer even. En misschien wil hij in de tussentijd helemaal mijn boeken. En dan vind ik dan nog wel lullig dat ik zeg van, oh nee, dat gaat niet, want ik heb geen voer. Dus ik moet daar sowieso even kijken. Ik ga het wel alle twee maken. En heb ik, voordat ik die eerste show heb, mijn rijbewijs. Dan geef ik een flyer of iets waar dat op staat dat ik ook te boeken ben. En heb ik dat niet, dan geef ik gewoon een fotootje met een handtekening erop. Gewoon zo'n handtekening die ik met de hand tot de dingen heb gekopieerd, om het zo te zeggen. Dus dat hierop gekopieerd is. Of dat ik flyertjes geef en dat ik zelf een handtekening er van tevoren alvast opzet. Ik denk dat ik de tweede doe. Dat ik gewoon dan zelf een handtekening erop zet. Want ik heb zelf wel een handtekening, maar die is niet heel bijzonder. Dat is gewoon I en dan een Peter en een kras kras. Maar ik dacht, Wally moet eigenlijk ook zijn eigen handtekening hebben. Dus ik heb net eventjes wat dingetjes lopen proberen. En ik zal laten zien waar ik op uit ben gekomen als je het ziet. Kijk, zo Wally de pony. En dan bij pony mijn Griekse ei heel groot maken en dan een lachsmiley. Ik denk dat ik dat als handtekening ga doen. Voor mijn shows en dingetjes en voor later. Ik heb nou echt het gevoel alsof ik ineens super bekend ben. Maar dat ben ik helemaal niet. Ik hoop wel dat als ik de show heb gehad, dat ik misschien wel wat groter ben. Ik wil niet eens per se groter worden op YouTube of op Insta. Maar ik wil gewoon groter worden van... Ik wil later met Wally heel graag vrijstressuurshows doen. En dat wil ik echt uitgebreid doen. Dus ik wil ook graag heel graag ooit op horse events staan. Ja, nou, dan moet je toch wel een naam opgebouwd hebben. En dat kan ik met dit soort dingen. Maar dat voor nu. En ik ga me zo dan een flyer of een foto even maken. En dan denk ik dat ik een foto doe van Romina. Maar ik denk dat ik hem misschien zelfs nog verander in een foto van Michelle. Of van Michelle. Oh, mijn hoofd zit vol. Mijn hoofd zit propvol. Misschien dat ik nog verander in een foto van Melissa. Ik ben echt heel erg. Oh, ik schaam me nu gewoon. Maar omdat hij natuurlijk echt een training van mij heeft gefotografeerd. Kijk, Romina die heeft wel foto's van mij gemaakt. Vrijdagsfoto's, daar hoort die schilderij ook bij. Maar dat was niet echt een training van mij. Dat was echt... ik laat mijn kunstjes zien en jij knipt foto's. Maar Melissa heeft echt foto's gemaakt van mijn training. Ik zie jullie zo meteen weer. Toen ging ik op stal met Wally vrijheidsdressuur doen. En ik wou hem op het blok pas vragen, al twee zijn benen. En zijn ene beentje deed hij op zich netjes. Hij kan hem netten, want hij was heel de tijd een beetje aan het stampen. Maar dat maakt niet uit. Hij gaf hem en daar ben ik al heel blij mee. Maar zijn andere been haalde hij een beetje door de war. En dacht hij dat ik hem wou vragen om te buigen. Want dan kan Wally ook op het blok. Ik had hem een klein tikje op zijn buik gegeven met mijn touw van nee, even gewoon recht blijven staan. Maar toen ging hij van blok af. Nou ja, opnieuw proberen en toen ging het gelukkig wel. Daarna wou ik berggeit op het blok gaan doen. Wally kan wijd staan op het blok. Dus dan weet hij dat ik hem naar voren vraag met alleen zijn voorbenen. En eigenlijk weet hij al als ik naar achter toe loop dat ik hem de berggeit wil vragen. Hij doet het ook best wel stabiel. Hij kan dit best wel lang volhouden. Dus ik wacht en kijk altijd en geef hem tussendoor dan een extra koekje. En hij loopt er altijd voorover af. Daarna ben ik buigen gaan oefenen en compliment. Bij het buigen kan Wally super netjes buigen. Maar hij kan ook net als nu niet echt lekker doorbuigen. Nu bij de volgende gaat hij wel super netjes. Daarna compliment gedaan. Compliment doet hij eigenlijk altijd wel goed. Af en toe dan vind ik dat hij wel te veel schraapt met zijn been voordat hij gaat. Maar dat komt van eigen. Dus ook een beetje zoeken naar een goed plekje. Ik ben daarna op het blok gaan staan en ben gaan kijken
of hij zou stoppen voor me. Ik weet eigenlijk wel waar hij op zich stopt. Maar dat ik vaak een pasje opzij moet checken. Maar Wally vond het wel echt super leuk. Daarna ging ik met ballerina Linta aan de slag. Ik wilde namelijk ook heel graag in mijn show doen. En dan bij binnenkomst dat ik hem vraag om hem vast te houden. Wally kan hem heel lang vasthouden. Wally kan hem ook meteen laten vallen. Maar het is altijd zo lachwekkend om te zien hoe dat hij ermee zwaait. Dus geniet even van de beelden. En toen merkte ik dat het tijd was om te stoppen, want Wally luisterde niet echt heel lekker meer. Ik heb hem 2 keer compliment nog gevraagd met mij erop, maar hij deed buigen. En hier loopt hij naar het blok toe, omdat hij gewoon geen zin meer had. En dan mag hij gerust doen. Dus ik bleef ook echt zo zitten van, ja, wat moet ik hier nou mee? Maar wat doet hij? Ja, kneus uiteindelijk. Hij wil die berggeit op het blok gaan doen met mij erop. Ik wou een been geven, zodat hij eraf ging. Want normaal als ik been geef, gaat hij eraf. Maar nou dacht hij, laat ik gewoon berggeit doen. Ook al gaat dat niet. Dus hij sprong er ook meteen weer af. Maar ik ben hier nou gewoon gestopt. Want Wally geeft altijd super goed aan wanneer dat eigenlijk genoeg is geweest. Want dan luistert hij niet meer zo. En dan is hij veel afgeleid. En dan gaat hij vaak op het blok staan. En ja, gewoon dit soort dingen. Oké, we zijn op de terugweg eigenlijk naar opa en oma toe. Was ik vrij zo zuur aan het doen. Komt er zo'n heel lief meisje bij mij in de bak. Nou, ging allemaal leuk en goed. En op een gegeven moment ligt ze eraf, want die pony draait in één keer om. En dan kun je gewoon niks. Maar die pony die rende die bak heen. En Wally werd maar steeds boos op die pony als hij voorbij kwam gekrost. Ik stond natuurlijk gewoon stil met hem, maar ja, stil. Wally was echt ineens hengst. Die was zo boos op die pony van waarom gooi je dat kind eraf? Want kijk, Wally die is helemaal niet zo van mij dat proberen af te gooien. En ja, die wordt dan echt boos als iemand als een ander paard wel zo zijn baasje eraf gooit. Dus iedere keer als die pony achter hem langs kwam gerend, dacht hij ik moet slaan. Maar eerder hij dat dacht was die pony eigenlijk al voorbij. Dus dan sloeg je en dan sloeg je gewoon naar lucht. Dus ik was sowieso niet bang dat hij die pony raakte. Maar ik ben wel gewoon in de bak blijven staan. En dat was puur voor als Wally zich los trok. Want hij heeft zich ook 1 keer proberen los te trekken. Omdat de paard erbij even begonnen met rennen. Maar maakt niet uit, kan gebeuren. Iedereen ligt er een keer naast. En sommigen hebben ze periodes dat ze dan naast liggen. En anderen die duurt heel lang voordat ze de bruid ooit afliggen. Die zijn met goed evenwicht en een lieve pony geboren of zo, maar die pony is de laatste tijd lekker bezig, want hij is sowieso de laatste tijd niet zo heel lief. Maar dat was even mijn ervaring. Ik vind het dan wel weer grappig hoe Wally de kneus uithangt door proberen die pony te slaan, maar echt veel te laat slaat. Maar ik had echt ineens een hengst in mijn handen, van lieve ruin naar hengst. Maar
Wally trekt zich de laatste tijd ook niet meer zo snel los. Dus daar ben ik heel blij mee. En nou op naar opa en oma, want het is woensdag, dus het is vrijdag. En ja, dan niks meer. Ja. Maar op naar opa en oma. En ik ben weer vergeten de video af te sluiten. Dus hopelijk vonden jullie het een leuke video. En tot de volgende keer. Vergeet niet te liken en te abonneren. En doei!